Ik wil het vandaag met jullie hebben over meertaligheid, meertaligheid in onderwijs. En ik wil een aantal verhalen vertellen die ik vanuit mijn maatschappelijke interesse boeiend vind, maar tegelijkertijd ook als onderzoeker boeiend vind. Dit zijn zaken die mij intrigeren. Waarom? Waarom komen dit soort dingen aan een schoolpoort te hangen? En wat zijn de effecten van dat soort zaken? Of bijvoorbeeld observaties die we doen van een school waar, wanneer kinderen op de speelplaats een andere taal spreken, dan het Nederlands, die een sticker opgeplakt krijgen. Of die een strafwerk moeten maken. Tot overmaat van ramp is het strafwerk dan ook nog vaak een taak Nederlands doen. Of allerlei zaken waarbij we de behoefte hebben om die eentaligheid zo centraal te stellen. Of een andere uitspraak, amai, voor een Marokkaanse spreekt jij goed Nederlands. Dat soort bekende dingen, waar komt dat vandaan, waarom doen we dat? En uiteindelijk heeft dat heel veel met taalideologie te maken. Die idee, de diep gewortelde overtuiging dat taal een belangrijke plaats heeft in ons culturele, in onze sociale omgeving. En we denken er dan ook zeer hiërarchisch over. Waarbij we zeker de dag van vandaag heel sterk uitgaan van een eentalige ideologie. Het is dus met andere woorden die eentalige ideologie, zeker in een Vlaamse context, die ervoor zorgt dat dit soort dingen dan op een bepaald moment aan een schoolpoort staan. Maar dat is niet de enige verklaring. Er is nog een veel belangrijker verklaring, denk ik. Namelijk de werkelijk gemeende overtuiging van leerkrachten, van directies in scholen, dat het verbieden van de eigen talen van kinderen positieve effecten heeft op hun Nederlands leren en op schoolsucces in het algemeen. En dit vind ik, wanneer dit waar zou zijn, ook een zeer legitiem argument om een belangrijke plaats te geven aan dat Nederlands, want uiteindelijk hebben we dit Nederlands wel nodig en hebben kinderen dat nodig om maatschappelijk te kunnen functioneren, maar vooral om kennis te kunnen ontsluiten. Maar in ieder geval, hier heeft het toch soms wel af en toe een beetje van. Goed. Tweede vraag is, nou, waar komt dat vandaan? Wat voor effecten heeft uiteindelijk ons eentalig denken, die eentalige overtuigingen? We hebben onder andere een onderzoek gedaan waarbij we een 700-tal leerkrachten in het secundair onderwijs in Vlaanderen bevraagd hebben over een aantal stellingen hebben voorgelegd met de vraag om daarop te scoren op een 1 tot 5 punt schaal. Wat betekent, ben je daar sterk van overtuigd, ben je het daarmee eens of ben je daar niet mee eens? Ik geef niet alle cijfers, maar toch een paar. Om je een idee te geven, 30% van die leerkrachten is ervan overtuigd dat het in het belang van de kinderen is dat ze moeten gestraft worden wanneer ze een andere taal spreken. Of een ander voorbeeld, slechts 12% van de leerkrachten is ervan overtuigd dat er in de schoolbibliotheek geen boeken zouden mogen staan in andere talen. En misschien het meest opvallende, 80% vindt dat kinderen hun thuistaal niet zouden mogen spreken op school. Dat is natuurlijk fascinerend. Je zou kunnen zeggen van, god, dat weten we allemaal, dat is op zich ook allemaal niet zo rampzalig. Maar waar het zorgwekkend wordt, is wanneer we dit soort dingen zien. Die bolletjes zijn leerkrachten. Die onderste, die horizontale as, is de mate van eentalig denken. Dus hoe verder op die as, hoe eentaliger iemand denkt. Je ziet, die meeste leerkrachten zitten ook aan deze kant. De verticale as is de vraag die we gesteld hebben aan leerkrachten in welke mate ze vertrouwen hebben in hun kinderen. En dan wordt het fascinerend, want wat zien we? Dat is dat hoe eentaliger is dat ik denk, hoe minder vertrouwen ik in mijn leerlingen heb. En dat wordt natuurlijk wel heel zorgwekkend, want eigenlijk bereiken we dan het tegenovergestelde van wat we willen realiseren door dat eentalige beleid. We zijn ervan overtuigd dat door een eentalig beleid te voeren dat een positief effect zal hebben op schoolsucces, maar we zien juist het omgekeerde. Want we zien dat door eentalig te denken we weinig vertrouwen hebben in leerlingen en we weten uit onderzoek dat wanneer we weinig vertrouwen hebben in leerlingen, dit leidt tot lage verwachtingen ten aanzien van leerlingen. En ander onderzoek geeft dan aan dat lage verwachtingen in leerlingen negatieve effecten heeft op het schoolsucces van die leerlingen. Dus met andere woorden, we moeten toch wel met de nodige nuance omgaan over die plaats en dat eentalige denken. Want het kan ook anders.
We hebben in opdracht van de stad Gent een 4-jarig onderzoek gedaan waarbij we leerkrachten getraind hebben in het benutten van de meertalige repertoires, zoals ze dat heten, de meertaligheid van die kinderen. Leerkrachten werden 4 jaar lang getraind, ondersteund, gecoacht om die meertaligheid van die kinderen te benutten, om op die manier bij te dragen tot dat leerproces. Wat is de aanname, wat is de hypothese, zoals we dat dan noemen, dat het benutten van die meertaligheid in de klas en op de speelplaats een negatief effect zou hebben op het Nederlands. Wat zien we? Dat de experimentgroep een gemiddelde score op een toetsbegrijpend Nederlands haalt die even hoog is als de controlegroep. Met andere woorden, eigenlijk het gebruik van die thuistaal heeft helemaal geen negatief effect. Nochtans, wat ik helemaal in het begin zei, de aanname was dat hoe meer ik die... Of de aanname was dat wanneer we die taal verbieden, wanneer we die taal niet toelaten, dat dit een positief effect zou hebben op de ontwikkeling Nederlands van kinderen. Terwijl we hier zien dat dat eigenlijk geen negatief effect heeft. Integendeel, in een aantal klassen zagen we in dat onderzoek dat dat zelfs positieve effecten had. Nog een ander voorbeeld. Dat dan niet met taal te maken, met het cognitieve aspect, namelijk de kennis van taal, maar met het zelfvertrouwen van kinderen. Dit zijn diezelfde leerlingen in datzelfde onderzoek waarbij je het verschil moet zien tussen de blauwe lijn en die rode lijn. De rode lijn is... In 2010 zaten die kinderen in de derde kleuterklas. In 2012 zaten zij bij die overgang van eerste naar tweede leerjaar. Leerkrachten die in het kleuterlager onderwijs staan, weten allemaal dat het zelfvertrouwen van kinderen bij de overgang van kleuteronderwijs naar lager onderwijs over het algemeen een beetje naar beneden gaat. Dat is een heel logische stap. In kleuteronderwijs mogen ze vaak nog veel speelser aan de slag gaan. In het lager onderwijs wordt het een heel klein beetje ernstiger, noemen we dat dan. En dan zie je dat dat zelfvertrouwen een beetje naar beneden gaat bij die controlegroep. Wat zien we uiteindelijk bij de groep leerlingen en leerkrachten die getraind werden, die geoefend werden om die meertaligheid te benutten, daar zagen we die knik naar beneden helemaal niet. Daar zagen we dat dat zelfvertrouwen constant bleef. Kinderen hadden een groter zelfbeeld, hadden een beter welbevinden, voelden zich beter in hun vel wanneer zij de ruimte kregen om die taal te gebruiken. Andere fascinerende zaken waren dat in tegenstelling tot de schrik die de meeste leerkrachten hadden bij de start van het experiment, dat zij dachten, ja, de leerlingen gaan meer Turks spreken. Het was een onderzoek in Gent, waar de Turks een groot Turkse gemeenschap woont. Merendeel van de kinderen gaan overwegen Turks spreken en zij gaan veel minder interageren met ons. Het tegenovergestelde zagen we. Leerkrachten die na 1 jaar in het experiment aangaven van wij voelden alsof wij voor het experiment als politieagenten rondliepen. Wat hoor ik daar? Turks? Alleen Nederlands? En het gevolg was dat de interactie tussen de kinderen die aan het spelen, die aan het knutselen waren, stilviel. Als we één ding weten van taalontwikkeling, dan is het meest essentiële juist die interactie. En wanneer die interactie stilvalt, kan er ook geen sprake zijn van taalontwikkeling. Leerkrachten die tijdens het experiment, het 4-jarige experiment, ons kwamen vertellen dat leerlingen nu veel spontaner kwamen vragen. Juf, Youssef zegt dat in Turks, maar wat is dat in het Nederlands? Dus de honger om die taal te leren, om dat Nederlands te weten, hoe die vertalingen in elkaar zitten, bleek veel groter te zijn tot verbazing van de leerkrachten. En dat zijn zo'n aantal uitspraken die leerkrachten dan ook tijdens dat experiment hebben gedaan. Ik voel dat bepaalde kinderen helemaal zijn opengebloeid. De spreekangst is helemaal weggevallen. Of nog een uitspraak van een leerkracht in het eerste leerjaar. Nu zijn ze allemaal geïnteresseerd om te lezen. De motivatie is veel groter. Ik vind het prachtig te zien hoe de kinderen zo opengebloeid zijn door eerst in het Turks te lezen. Of leerkrachten die reflecteerden op hun eigen handelen. We hadden ook bij die leerkrachten gepeild naar hun percepties over taal, hoe ze dachten over taal. En bij de start van het onderzoek stelden we ook vast dat heel veel leerkrachten zeiden dat zelfs in de interviews, ja, die leerlingen hebben geen taal. Zero taligheid noemen we dat dan. Wel,
Aan het einde van het project en doorheen het project stelden we vast dat leerkrachten hun beeld, hun perceptie over die kinderen totaal veranderd was. Ik ben gegroeid in het gebruiken van de verschillende talen van de kinderen. Ik heb nu een grotere waardering voor de talen van de kinderen. Of nog een laatste uitspraak die ik hier geselecteerd heb. Met meer talen kan je meer doen. Ik ga nu veel bewuster om met de talen van de kinderen. En dat hele verhaal doet me eigenlijk denken aan een boek dat Frank Westerman in 2004 geschreven heeft, waarvoor hij ook de ACO Literatuurprijs gewonnen heeft. El Negro en ik, op zich voor degenen die graag lezen en die het boek niet kennen, een fantastisch boek, hilarisch. Maar op één, ik weet niet meer van buiten welke bladzijde, maar op één bepaalde bladzijde staat er een hele korte passage waarin Frank Westerman zich de vraag stelt van hoe komt het nu toch? Dat wij Westerlingen, want Frank Westerman is antropoloog en is ook ontwikkelingswerker geweest en hij maakt de link tussen migratie aan de ene kant en ontwikkelingswerk. En hij stelt zich de vraag, hoe komt het nu toch dat wij als Westerlingen graag willen dat de ander liefst zo snel mogelijk wordt zoals wij, of het nu om ontwikkelingswerk gaat of in een migratiecontext. Wij zijn er diep geworteld van overtuigd dat als iedereen Nederlands zou spreken, dat dan het integratieprobleem is opgelost, het probleem van schoolse achterstand is opgelost, terwijl eigenlijk het tegenovergestelde wordt gerealiseerd. Hoe meer wij willen, zegt Frank Westerman, dat de ander wordt zoals ik, hoe meer die ander ook geneigd zal zijn om afstand te nemen van ons. En dus is dit dan ook mijn pleidooi. Dank u wel.